Ey, ey, ey. Ey. Ik vind sowieso de hardste naam, persoonlijk. Gewoon omdat, omdat ik niet weet wat het betekent. En dan laat ik mysterieus. En als ik het mag zeggen, pussy for my crew, man. Pussy for my crew. Is dat een trick, broer? Ja, man. dat dus. PMVC of zo, denk ik. Ja, zo. Toch? Ja. Maar dat was wel echt een dope track, man. Ik had niet... je hoort wel van die Amerikaanse tracks die zo zijn, maar hij heeft meer gewoon Nederlandse shit. Dus dat was wel dope om te zien. Volgens mij... Heeft hij de publieksprijs gewonnen? Mensen deden lekker mee. Het klonk gewoon nice. En ja, ik vond het een strakke show. Energievol. Dus ja, ik vond het toch. Lusseton is voor mij de grote verrassing. Ik had nog nooit van hem gehoord en zijn crew. Maar hij is echt een toffe R&B / hip-hop / everything. Hij heeft alles. Shit is correct. Hij heeft een eigen geluid, het zingen, rap ding. Voel ik. Doof. Het is echt flex muziek. Ja, niet flex muziek als in flexen, maar flex als in chillen. Gewoon. Ja, gewoon chillen en luisteren, man. Ja, ik vind hem wel doof. Lusseton is een unieke guy. Hij is de next best R&B god.